Goedemorgen, het is dinsdag 15 oktober. Uit een bewolkte Bolzano, gisteren aangekomen met mooi weer. Gisteren onderweg ook 25 graden aangetikt in Duitsland. Maar het wordt wel ook hier wat minder. Ik begrijp in Nederland ook nou niet echt geweldig. Ik ben onderweg naar mijn eerste afspraak bij Griesbauerhof. De Lagrange Reserve ophalen die vanaf vandaag beschikbaar is. Heerlijk, 2017. Ik moet even opletten hier. En wat Brut Rosé sect meenemen. Die ik nodig heb bij een van de volgende proeverijen. En volgend jaar in de zomer heb ik die ook nodig. Dus even zeker stellen dat ik die erbij heb. En ik heb er zin in. Daarnaast moet ik natuurlijk voor vriend Rob wat druiven of most zien te krijgen van de Vernatsch druif. Want hij wil Vernatsch bier gaan maken voor met de kerst. Dus even kijken of zo Michael, die helemaal in de bieren zit van Griesbauer, van Moemelter heette ze origineel. Of die daarin kan voorzien. Ik ga in ieder geval een leuke discussie met hem of een gesprek met hem aan. Want hij is ook een echte bierfanaat. En heeft ook een soort bier dingetje in het hof zitten. Wat elke avond open is, behalve op maandagavond, begreep ik. Dus ik heb er zin in. Ik spreek jullie later. Dag.